Hoi, ik ben super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een schatkist vullen met mooie bloemen. Mooie materialen. We gaan vandaag aan de slag met de Oasis Terra Brick. Een biologisch afbreekbaar product waar je met snijbloemen mee kan werken. Dus heel erg fijn, 100% biologisch, afbreekbaar. En een product waar je echt alle kanten mee op kan. En dat ga ik vandaag laten zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een onderkopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zij gaan vandaag een schatkist vullen met mooie materialen, bloemen, een kleurrijke pracht. Ik heb een hele mooie kist naast me. En je kan er plastic eerst in doen met hydrokorrels, maar zeg je ik wil het helemaal biologisch en ik wil geen plastic gebruiken, gebruik je hem zonder. Je zou eventueel een gaatje in de kist kunnen boren dat het water weg kan, maar dat is allemaal wat je daar zelf in wil. Vandaag gaan we hem vullen met hele mooie plantjes en met snijbloemen, want we gaan een combinatie maken. En het voordeel daarvan is, als je hem buiten wil neerzetten en het is 's nachts wat kouder. En je zegt, ik wil toch liever, het gaat nog vriezen, ik wil de snijbloemen naar binnen halen. Dan kan je eventueel de Terra Brick er ook uithalen. Dat ga ik zo laten zien. We gaan hem eerst vullen met mooie plantjes. Ik doe er onderin wat hydrokorrels. Dan vul ik hem met potgrond. En daarop komen de bloemen. En dan ga ik even goed kijken hoe dat mooi tot zijn recht komt. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Allereerst vul ik de kist met potgrond. Ik vul de kist een beetje op hoogtes, maar ook qua kleur. Ik ga straks wat bloemen gebruiken die een beetje in die kleurtinten weer terugkomen. Ik heb gebruikt mooie bolletjes, want ja, dat hoort wel mooi bij het voorjaar. Mooie campalia's, primula's. Haal af en toe eventjes de uitgebloeide bloemetjes eruit. Dan bloeien ze mooi lang. En zoals je ziet zit hij weer vol met mooie knopjes. En dan kijk even hoe de verdeling mooi is. Vaak vind ik het mooiste achterin wat hoogte zit. En onderin wat meer dat het wat lager is. Maar wel dat het mooi gemengd is qua kleuren bij elkaar. Dan haal ik de potjes erom weg en poot ik hem verder vol met potgroen. Ik hoop dat jullie niet bang zijn voor vieze handen, want dat krijg ik hiervan. Maar ik hou er wel van. Je kan dus eerst gerust even spelen met hoe jij het mooi vindt staan in jouw bak. Wat jij mooi vindt. En hem dan later goed invullen. En je kan dus ook rekening houden met hoe lang iets wordt. Want zoals de bolletjes, die worden natuurlijk iets langer. Maar heb je ze nog helemaal rauw in knop, zijn ze natuurlijk nog wat korter. Maar die worden op den duur wel iets langer. Aan de zijkant, hier in de hoek, laat ik een plekje vrij. Want daar komt straks de Oasis Terra Brick. Zo, de plantenbak is mooi gevuld. Potgrond is ook tot aan de bovenkant gevuld. Ik ga even mijn handen schoonmaken en dan kunnen we dan verder gaan met de snijbloemen. Dan voegen we de Terra Brick toe in de bak. Dat ga je dus gewoon doen met het onderstel die ook biologisch afbreekbaar is. Hij past er mooi in en de kleur is, ja, past mooi in het geheel. Mooi natuurlijk. Je kan hem zo ver onderdrukken zoals je zelf zou willen. En dan kan je hem vol laten zuigen met water. Dit kan gewoon bovenop, dus het is iets anders dan steekschuim. Het is ook een ander product dan steekschuim. Laten we even vol zuigen. En het voordeel is dat je dus ook water kan blijven bijgeven. Je neemt echt heel goed water op en je kan dus hierin met snijbloemen werken.
En vooral in dit soort stukken is het natuurlijk ideaal. Als je de bloemen nog goed hebt vol laten zuigen, kunnen we gaan beginnen met het schikken van de bloemen in het stuk. En dit kan je eigenlijk naar eigen wens doen. Ik gebruik zowel bladmateriaal als verse snijbloemen. Je zult merken dat het iets stroever steken is, maar je prachtig en goed met je de bloemen in kan steken. Ik steek ook in de hoogte, want dat vind ik juist heel mooi in dit stuk. En ik gebruik eigenlijk allemaal heel sterke materialen. Mooie katjes. Echt voorjaar. Dan heb ik prachtige alliën, maar dat vind ik mooi omdat die campanula daar in het paars erin zit. Komt het weer mooi terug. Ik snij alles wel goed schuin aan, daar let ik op. En alles komt mooi tot zijn recht door het echt een eigen plekje te geven. Hè? Crasperia balletjes. Nee, mooi voorjaarskleurtje. Ik steek alles parallel. Op verschillende hoogtes. Een beetje van hoog naar laag. Distel. Die je zo in het geheel kan gebruiken. Of eventueel de zijtakjes wat korter. En zoals je kan zien wordt het bloemstuk echt een geheel met de plantjes. En nog wat kleur door gebruik van anjetjes. Ook altijd mooi sterk. En zoals je kan zien kan ik echt makkelijk wegsteken in de Terra Brick. Het is van Oasis. En ik vind het echt een mooie uitvinding. Ze zijn natuurlijk heel erg bezig met het verduurzamen van producten. Je ziet natuurlijk het biologisch steekschuim heel veel. En daar werk ik ook graag mee. Dit is een heel ander product, omdat het echt een ander steekproduct is. Zoals je kan zien is het bloemstuk nou echt heel mooi gevuld. En die combinatie van bloemen met planten is heel erg mooi en makkelijk. Maar je kan het er natuurlijk gewoon zo uithalen als je wil. En zoals je kan zien werkt het ook goed op de Terra Brick. Maar ik ga voor nu, omdat ik hem er nu in wil laten staan, het even afwerken met wat mos. Dat doe ik zowel de bovenkant als de Terra Brick als het potgrond. En dan loopt het helemaal mooi in elkaar over. Mos zorgt er ook voor dat potgrond en in dit geval ook de Terra Brick minder snel uitdroogt als daar wat meer zon op staat. Ik geef het eerst allemaal nog even een klein beetje water, dat de plantjes ook voldoende water hebben. En dan werk ik het af met wat mos. Maar je kan dus alsnog de Terra Brick eruit halen. Mocht je 's nachts toch een vrieskou krijgen. Dan vinden de plantjes het ook niet allemaal heel prettig. Dus je kan ook gewoon de hele kist dan naar binnen halen. En dan zeg ik vrij weinig meer aan doen. Aan het eind gebruik ik heel vaak nog de Floral Life Finishing Touch. Deze geeft de bloemen echt nog even een boost. En die kan je ook prima op de snijbloemen of op de plantjes gebruiken. Dan krijg je net eventjes wat meer de laatste touch binnen voor de houdbaarheid van de bloemen. Ja, ik vind hem echt geweldig. Een rijk gevuld schatkistje. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. Want wie wil nou niet zo'n mooi gevuld schatkist in huis? Het is letterlijk en figuurlijk een schatkist. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en we zien we de volgende keer weer. Doeg!